jou. Hey, allé, Wat Nou TV, Tilburg. Zeker man, Niels aan Wiels. We gaan hier nou Curb Skate Store binnen. Ik struikel hier ook. Stop, Niels aan Wiels. We zitten hier met Tom van Berkel, de local hier, die pro skate. Wat houdt er voor jou in, man, pro skaten, Tom? Ja, pro skaten, het houdt voor mij in dat ik zeg maar elke dag skate. Ik heb wat sponsortjes, ik krijg zo mijn spullen gratis. En ja, veel reizen over heel de wereld, overal skaten. Maar ja, nu heb ik net een blessure opgelopen. Ik ben door mijn enkel gegaan en dat wordt even een maandje niet skaten voor me. Wat vind je er nou van dat hier gewoon een skatewedstrijd wordt georganiseerd tussen de mensen door? Gewoon echt, er lopen echt gewoon honderden mensen langs. Iedereen ramt zijn borst maar tegen die schenen op, jongen. Het is eigenlijk gewoon lachen. Ja, het is wel lachen, ja. Maar het is ook wel levensgevaarlijk. Want als er zo'n ouder iemand een bord tegen scheen aan krijgt, dan zie je alleen zo'n been staan. En dan lopen ze met één ander been verder. Dus dat is niet zo goed georganiseerd. Maar verder de obstakels en zo. Het is super tof om hier te skaten. We trekken veel publiek. Peace and harmony. Of nee? For shizzles. We staan hier weer met Wat Nou TV, Niels aan Wiels. We staan hier met Damiaan, a.k.a. Dartje. Deze gast heeft de beste trick contest vandaag gewonnen, €150 in zijn zak. En natuurlijk een heel beroem. We gaan deze gast eens even vragen wat hij ervan vond. Wat vond jij ervan, Dart? Ja, ik vond het vet. Wat vond je er nou van dat het midden in een winkelstraat was? Ja, het was minder. Want er liepen heel veel mensen in de weg, die wisten niet wat het was. En ja, er werden veel mensen bijna overreden. Dan hoort het maar weer, veel scheenbenen kapot gegaan vandaag. Je bent ook nog tegen de boom aangeklapt. Ja, we hebben daaraan overgehouden. Ja, valt wel mee, een beetje mijn hand. Maar dat boeit niet, daar gaat het wel weer over. Je hoort het, vallen en opstaan, daar leert het mee, dames en heren. Niels aan Wiels, Wat Nou TV, dart. Joepke van Curb Skate Store. Hallo. Met props van Parijs, man, dat is dope. Hoe kom je er nou op om gewoon een best trick contest te gooien hier midden in de stad op de heuvel? Vanuit de winkeliersvereniging in Nieuwlandstraat kwamen ze met het idee om een braderie te doen. En de vraag of ik ook wel wilde organiseren. De blok was hier gewoon wat met de mogelijkheid die er waren wat georganiseerd. En ik denk dat het gelukt is. En hoe kwam je nou eigenlijk aan de hout? Kopen. Kopen, dat heeft dan een fortuin gekost of we zitten. Ja. Je ziet wel, we moeten in ieder geval heel veel investeren. Wil een beetje tof shit hebben hier op straat. Om te skaten, om te borden, om muziekje te draaien. 3 of 4 keer achter elkaar Brian Adams, dat nummer, weet je wel. Sorry, maar daar skate ik niet op. Waar ga je? Ik heb toch niet veel kunnen skaten vandaag, dus. Oh ja, dat is ook. Je moet natuurlijk zijn winkel bijhouden. Hè. Ook al. Zijn er nou dit jaar of komend jaar nog meer skatefestiviteiten hier in Tilburg? Georganiseerd door Curbs uiteraard? Vanuit mei even niet meer. Veel te weinig tijd. Het begint ook winter te worden, dus laten we hopen dat we binnenkort een binnenlocatie hebben. Met knipoog naar de gemeente toe. Hall of Fame, Hall of Fame. Inderdaad. En ja, dat is dan. Dat kan daar ook georganiseerd worden. Laten we het hopen, dames en heren. Want het wordt bar slecht weer. Bar slecht. Oh,